De dag is heel vroeg begonnen. Ja, de teams waren erg enthousiast. En we hebben alles bij elkaar gezet, alle boxen bij elkaar gezet. We hebben ontbeten al van de ochtend. We hebben een teambriefing gehad, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen. En we gaan om 11 uur starten met onze competition voor de 305, waarbij we dus alles voorbereiden. En dan vervoeren vanmiddag naar Mana Windward, waar het event eigenlijk gaat starten. Nu is het eigenlijk gewoon de 305. Dat is de opening van de Taste of the Caribbean, waarbij alle landen bij elkaar komen en hun gerechten presenteren. We gaan vandaag Suriname een beetje presenteren. Bosland Creools, een beetje Hindustaans, een beetje Chinees, Hakka. Dus vandaag zijn we ready om te preppen en wijzen wat we kunnen hier in Miami. En er is ook op 205 is er een pork competition en daar doen wij ook aan mee. En daar hebben we dus een slow roasted cooked pork hebben we erbij gedaan met een tillo salade en een krokante Hakka pork. In de China box zitten want ik ga het hier in roken. Het is net als de oven in de China box. Ik maak de kolen nu even weer aan, extra kolen, want dan ga ik daar woodchongs erbij zetten, zodat hij aan de binnenkant kan roken. Lekkere geurtje geven met onze hickory woodchongs. Ik denk dat ik hem een beetje ga mixen met apple, maar shh, mensen weten het niet. We gaan het lekker moeten maken voor Suriname, hè? Vandaag is het heb ik meegedaan met de pork competition en ja, dit is mijn dish. De hari knor knor en een paar peper paar pork. It's a doggy thing, it's like them and want to see my people win. I say jealousy and grudges are sin. Doggy things, them boys say. It's a doggy thing, some of them just want easy living. Not success, reach them watching. Suriname is op de tweede plaats geëindigd als het gaat om de pork competition. We hebben zilver gewonnen dus bij pork belly. En pork shoulder, en dat was dus het klaarmaken daarvan. Onze chef Joshua heeft beide op twee verschillende manieren klaargemaakt. En dat heeft ons in beide categorieën de tweede prijs opgeleverd. En nu op naar de competitie zelf.